Sinneke, inmiddels 10 jaar actief in Provinciale Staten, heeft zich op een groot aantal terreinen onderscheiden. Een tweetal wil ik u noemen. Dat is openbaar vervoer. Daar heeft ze zich heel erg sterk voor gemaakt om goede bereikbaarheid mogelijk te maken. En het tweede punt is de gaswinning en alle zaken die daarbij annex zijn. Ze heeft zich geweldig ingezet om op te komen voor de belangen van de Groningers. Gaat Sinneke naar Den Haag, dan betekent dat dat het geluid vanuit Groningen goed gehoord kan worden in Den Haag. En natuurlijk is het jammer dat ze vertrekt uit de Staten van Groningen, maar uiteindelijk kan ze heel veel betekenen voor Groningen in Den Haag. En daar gaan we haar dan ook op aanspreken.